Op elke werkvloer, dames en heren, ook hier bij ons in huis, hoor je elke dag wel iemand klagen over alweer een trein die te laat was. Is het een nieuwe nationale sport, dat klagen over de NMBS, of schort er wel degelijk iets bij 's lands grootste werkgever? 1 op 3 treinen komt te laat, 1 op 20 wordt geschrapt. De cijfers zijn van testaankoop. Waar is dat aan te wijten? Verouderd materieel, vriesweer, te veel reizigers, te weinig treinen, de bottleneck van de Brusselse Noord-Zuidverbinding, of is het van dat alles een beetje? En zou het ook kunnen dat de NMBS slachtoffer is van haar eigen succes? Want het aantal reizigers schoot de afgelopen jaren spectaculair de hoogte in. Panorama peilt naar de oorzaken van de malaise. We gingen om te beginnen op het perron staan tussen het morrende volk. Een reportage van Dirk Leestmans. De Belgische treinen rijden niet stipt. Dat erkent ongeveer iedereen. Ofwel neem dan een omnibus, ofwel neem dan een direct, maar alle dagen zijn er vertragingen. Het is beu. Ja, gisteren een trein afgeschaft, vandaag weer een afgeschaft. Dan zijn ze niet afgeschaft, ja, dan zijn ze altijd in vertraging. Hoe bezig in een beest? Het is inderdaad zo dat we de stiptheid kunnen verbeteren. Op dit ogenblik zitten we eigenlijk op een, ja, zeg maar een dieptepunt in zaken stiptheid. Zeker een erkenning daarvoor en ook mijn diepste excuses daarvoor. Het is de laatste tijd heel slecht. 10 minuten vertraging. Nu 30 minuten vertraging. Als de grote bazen beloven dat de stiptheid beter wordt, maar jaar na jaar moet je constateren dat de stiptheid eerder slechter wordt, ja, dan moet je de vraag stellen, worden de reizigers ernstig genomen? Ik denk dat de NMBS absoluut nog veel werk heeft om klantgerichter te werken. Stelt de NMBS-groep zich de hotline op? Soms wel, ja. Soms wel. Neemt ze de klant voldoende ernstig? Niet altijd, niet voldoende, naar mijn maatstaven niet voldoende. De spoorwegen hebben problemen, zoveel is duidelijk. Soms zijn dat kleine problemen met grote gevolgen. Hoe kan dat nu dat verdorie het doodrijden van een koe in Menen vertragingen veroorzaakt in Berchem, Antwerpen? En het is zo. Er zijn hoe langer hoe meer reizigers, maar er zijn ook hoe langer hoe meer geïrriteerde reizigers. Mensen als Meeke dat je op pensioen kunt gaan, hè? Dat je daarvan afzet van die miserie. Waarom gaat het van traag naar erger? Hoe komt het dat de spoorwegen er niet in slagen de treinen stipter te laten rijden? Is het dan zo moeilijk? Ja. Ja. Morgen van 7:52 momenteel 15 minuten. Vertraging die we ons hiervoor te verontschuldigen. Op uw ongeluk is vandaag vergeefs gezien. Maandagochtend 3:30. Kevin is op weg naar zijn werk. Hij zal vandaag van Antwerpen naar Charleroi rijden en terug. Hé, hey Marit. Ben je geraakt? Ja. Ja, dan kan koffie deugd doen, het is morgens vroeg. Hoe laat begint je normaal? 3:45 vandaag. Kevin begint zijn werkdag in Antwerpen Centraal, maar moet samen met de collega's zijn trein wel eerst gaan ophalen in het station Antwerpen Schijnpoort. De rit daar naartoe gebeurt met de taxi. Niet echt een schoolvoorbeeld van efficiëntie. En zo zijn er nog voorbeelden te geven. In Brussel Centraal onder andere. De ombudsman neemt ons mee naar de roltrappen. Concreet bijvoorbeeld, je hebt hier een roltrap die dus van boven de ingang van het station naar het tussenverdiep. Dat is een roltrap die behoort aan stations, dat is de holding. Als we de hoek omgaan, dan heb je een roltrap die hierboven komt. Die van het perron naar het tussenverdiep komt. Dus deze roltrap is een roltrap onder verantwoordelijkheid van Infrabel, de infrastructuurbeheerder, omdat hij de verbinding maakt tussen de binnenkant van het station en het perron. Om je maar te zeggen hoe die structuur vrij complex op elkaar moet afgestemd zijn. Het is niet alleen complex, het is misschien ook wel Kafkaiaans. Je kan het woord Kafkaiaans gebruiken in een aantal gevallen. De spoorwegen werden in 2005 grondig hervormd tot 3 autonome overheidsbedrijven. Er is de NMBS die instaat voor de organisatie van het reizigersverkeer, Infrabel dat verantwoordelijk is voor de infrastructuur en daarboven staat de overkoepelende NMBS-holding.
Die nieuwe bedrijven die proberen een eigen dynamiek te ontwikkelen en hun eigenheden. Een gezicht te geven aan die drie bedrijven. Dus je kunt ze niet kwalijk nemen dat ze dat proberen te doen. Alleen is natuurlijk het probleem dat dat op een bepaald moment moet samenkomen. Het spreekt voor zich dat je dan een zekere andere dynamiek kunt krijgen in de bedrijfslogica en de doelstellingen van het bedrijf. Maar dat is nu eenmaal iets wat ook uitdrukkelijk gewenst is door Europa. Europa wou op die manier concurrentie mogelijk maken. Die is er voorlopig nog niet. De NMBS is nog altijd de enige operator op het Belgische net die personen vervoert. Je moet de spoorrealiteit bekijken vanuit het oogpunt van de reiziger. Doet men dat nu niet? Of veel te weinig, onvoldoende. Want als je de problematiek, een heleboel problemen die op dat spoorwegbedrijf, op die spoorwegbedrijven afkomen, zou bekijken vanuit de reiziger, zou je ook begrijpen waarom bepaalde dingen die zeer rationeel zijn binnen een van die bedrijven, vanuit het oogpunt van die reiziger compleet een nonsens zijn. Ja, het is gewoon dramatisch. Het is dagelijkse kost, 20, 30 minuten. De lijn Brussel-Antwerpen is echt een ramp. En mijn vliegtuig vertrekt in Amsterdam. En mijn trein naar Amsterdam is afgeschaft. De trein rijdt niet. Ja, het volgende pakken dan. Ik zal waarschijnlijk mijn vliegtuig missen. Verschrikkelijk. Het is elke dag hetzelfde. Ongeveer 11 minuten vertraging. De NMBS-groep is een van de grootste werkgevers van het land. De drie maatschappijen samen stellen 38.000 mensen te werk. Kevin is een van hen. Hij is machinist van een van de 4.500 treinen die elke dag op het Belgische net rijden. Het ziet er een heel viriel systeem uit, die treinen, die infrastructuur, maar het is een zeer kwetsbaar systeem. Dat kwetsbare systeem vervoert dagelijks zo'n 800.000 reizigers van A naar B. Dat is zeg maar de basisopdracht van de NMBS. En daarmee staat of valt ook alles. Dus als het verkeerd loopt met de stiptheid van de reiziger, dan loopt het ook slechter met de ontvankelijkheid van die reiziger voor alle verbeteringen die daarnaast staan. Ja, dat straalt gewoon af op heel dat product en de imagoschade is uiteraard heel groot. De machinist controleert zijn trein voor vertrek grondig. De eerste prioriteit is veiligheid. Stiptheid, de tweede. Maar spijtig genoeg, en dat zal u met mij vaststellen, haar core business, het vervoeren van die mensen, op tijd, dat wil zeggen volgens het schema zoals ze zelf heeft vooropgesteld, dat wordt problematisch. Ik denk dat de burger wel begrijpt dat wij dit complexe, hoogtechnologische bedrijf niet zonder problemen elke dag kunnen laten functioneren. Laat ons toch niet vergeten dat er elke dag 4.500 treinen rijden op dit net. In feite zou ik dit net kunnen omschrijven als een metronet met nationale dimensies. De vraag is of ze op tijd rijden. De vraag is of ze op tijd vandaag kunnen rijden. Onze treinen, men mag dat niet vergeten, elke trein die niet op tijd rijdt, is een trein te veel. Maar 88-90% van de treinen rijden op tijd. En dan kom ik bij dat verhaal, dat eigenlijk wel een waarheid inhoudt, van de oude operationele man van de spoorwegen, die zei, meneer, elke trein die vertrekt is een mirakel. Ja, we zijn klaar voor de rit, alles is te zijn gedaan en alles is in orde om te rijden. De trein vertrekt. Zo het al geen mirakel is, is het wel goed nieuws. Want een noodlocomotief is er hier niet. Haast alle materieel wordt ingezet. En daar zit ook veel oud materieel tussen. Dat is nodig omdat het aantal reizigers spectaculair gestegen is. En die stijging is paradoxaal genoeg een van de oorzaken van de vertragingen. De druk op het materieel is te hoog geworden. Ja, de druk is te hoog op het materieel nu. Rekening houden met het park van het materieel, het aantal avarijen, de immobilisatie voor het onderhoud enzovoort. Dat is een probleem voor ons. Het probleem van verouderd en defect materieel is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van alle vertragingen.
We merken toch dat in die oorzaken van de vertraging dat het aandeel van het rollend materieel daar systematisch in toeneemt. Dus dat betekent eigenlijk dat we een gebrek hebben aan correct functionerend rollend materieel. 6:10. De trein van Kevin rijdt Antwerpen Centraal binnen. Nu staat het perron nog leeg, maar straks staat het propvol. Het aantal reizigers is in 10 jaar tijd met 50% gestegen. Dat is een groot succes. Maar misschien zijn de spoorwegen wel slachtoffer van hun eigen succes. We mogen één zaak niet vergeten. In heel Europa zijn we de absolute nummer 1 in aangroei van reizigers. De voorbije 5 jaar heeft geen enkele spoorwegmaatschappij meer mensen naar het spoor gebracht, procentueel, dan de NMBS. Is de NMBS slachtoffer van zijn eigen succes? Voor een stuk wel, maar dan hadden we dat maar moeten inplannen. Dan hadden we maar het geloof moeten hebben in eigen kunnen. Het spoorbedrijf is slachtoffer van zijn eigen succes. Uiteraard. Ja, dat kan men een beetje zeggen, maar ik denk dat we ons daar niet moeten achter gaan verschuilen. Het zou heel verkeerd zijn, denk ik, om daar dan de conclusie uit te trekken van we zijn beter niet succesvol en we hebben beter minder reizigers. Ik denk dat dat een heel verkeerde analyse zou zijn. En dat betekent dat we moeten remediëren, dat we daar effectief hard moeten aanwerken. Wat het materieel betreft wordt er inderdaad vooral ook geremedieerd. Oude treinen worden noodgedwongen voortdurend opgelapt. We hebben de vorige jaren een zeer grote verhoging van aantal reizigers gekend. En nu moeten wij ook erkennen dat er een zeer grote druk op het materieel is. De gemiddelde leeftijd van het materieel is ongeveer 30, 35 jaar. En ik spreek over gemiddelde leeftijd. Dat betekent dus, er zijn motorrijtuigen die rijden en die meer dan 45 jaar oud zijn. Oud of nieuw materieel, soms zijn er problemen waarvan men zich afvraagt waarom het problemen kunnen zijn. Neem nu het vallen van de bladeren. Toch niet bepaald een extreem natuurverschijnsel. Ja, ik kan begrijpen dat de mensen verbaasd zijn. Ik heb horen zeggen, hoe komt het? Enkele bladeren met spoor en het net is geparalyseerd. Maar dat is een fysiek fenomeen. Het contact tussen de spoor en de wiel, dat is een contact tussen ijzer en ijzer. En in dat geval, bladen met regen, dat is equivalent aan, zwarte zeep. Eenzelfde probleem van verouderd materieel is er met de infrastructuur. Goed voor een kleine 20% van alle vertragingen. Op bepaalde plaatsen op het net hebben we nog seinuizen met een technologie die dateert van een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog. Bepaalde seinuizen, vergeet niet, we zijn nog geconfronteerd met installaties met oude stalen leviers en stalen kabels die lopen in de sporen. Als de spoorwegen nu kampen met een verouderde infrastructuur, is de vraag of er vroeger wel de juiste prioriteiten zijn gelegd. Met andere woorden, zijn de spoorwegen ook slachtoffer van hun eigen verleden? Mijn persoonlijke indruk is toch dat men echt onderschat heeft van die prognose in zaken reizigersgroei. Is dat wel realistisch? Zal zich dat wel echt realiseren? En bij gevolg dat men misschien het aantal zitplaatsen, het aantal middelen en zaken rollend materieel, dat men dat een beetje onderschat heeft. Ik kan me niet uitlaten over de vroegere periodes. Dragen we daar nu nog de gevolgen van? Wel, het is zo dat bepaalde locomotieven bijna 50 jaar oud zijn. Dat betekent heel concreet dat een locomotief die 50 jaar oud is, dat die inderdaad minder betrouwbaar is dan nieuwere locomotieven, ook veel moeilijker liggen in onderhoud, omdat je geen wisselstukken meer vindt. Die zijn nog helemaal niet elektronisch gestuurd en dergelijke. Vergeet nooit dat voor een periode van meer dan 10 jaar in de jaren 80 er bijna niet werd geïnvesteerd in de spoorweg, op een periode waar er nog massaal bij onze buurlanden wel werd geïnvesteerd. Men ziet de effecten van die niet-investeringperiode nog altijd vandaag. Werken met oud en nieuw materieel betekent ook dat er weinig eenheid is. En dat geeft extra problemen. Om
dat het materieel niet gestandardiseerd is. Er zijn verschillende types materieel, er zijn verschillende types onderdelen en er zijn verschillende technische problemen aan die onderdelen. En het moet gezegd, de laatste jaren hebben de spoorwegen een indrukwekkende inhaaloperatie ingezet. We mogen één zaak niet vergeten. Het is nu, vandaag, feit dat we 7 keer meer investeren in rollend materieel dan bijvoorbeeld in de jaren 90. Wanneer u beschikt van een hotel met 50 kamers van 2 personen, dat geeft een capaciteit van 100 personen, en dat er systematisch 150 klanten zijn aan de deur, en dat u bovendien niet mag die klanten weigeren, want veel andere businesses kunnen of mogen die klanten weigeren, wij niet. Dat betekent dat u bepaalde klanten moet logeren in de keuken, of in de gang, of in de badkamer. En vroeg of laat bouwt u een grotere hotel. Daarmee zijn we bezig. Hier bijvoorbeeld in Zaventem is men bezig met het Diabolo-netwerk. Een gigantische investering om meer treinen rechtstreeks naar de luchthaven te laten rijden. En ook elders in het land worden sporen bijgelegd. We zitten nu geconfronteerd in een samenleving waar die vraag voor mobiliteit onvermijdelijk stijgt. En een eigenschap van onze sector is dat men enorm veel tijd nodig heeft om die projecten voor uitbreiding van capaciteit op poot te zetten. Het is inderdaad zo dat de oplossing van een onwaarschijnlijk complex technisch systeem binnen de NMBS vaak jaren duurt. Als je een nieuwe locomotief bestelt, vandaag, dan wordt die waarschijnlijk, met respect voor de wetgeving op de overheidsopdrachten, het maken van de locomotief, het homologeren, het certifiëren van de locomotief, het aanpassen aan onze stroom, sterkte op het net en zo. Ja, die heb je pas binnen 5 of 6 jaar. Wij zijn gewoon gedoemd om te investeren. En dat is ook iets wat gebeurt. We investeren meer dan 2 miljard euro per jaar. Maar zou het kunnen dat die investeringen te laat komen? Ja, het zou ongetwijfeld kunnen dat de onderneming, dat de verantwoordelijken, dat die misschien iets sneller hadden kunnen reageren of misschien op een bepaald ogenblik onvoldoende hebben ingeschat van wat zal dat nu eigenlijk betekenen, die enorme groei aan reizigers. Dat zou kunnen. We zijn nog altijd onderweg van Antwerpen naar Brussel. Helaas staan we voor een rood stoplicht. Ook de machinist weet niet precies wat er aan de hand is. Daarvoor moet hij uitstappen en telefoneren. Oui, le 86, 92 et 93 vont rouler quand même, mais avec une heure de retard. Het hele Belgische spoorverkeer wordt geregeld vanuit deze zaal, Traffic Control. Hier volgen en sturen operatoren het treinverkeer. Het is een dienst van Infrabel. Wij hebben ongeveer 3500 kilometer sporen. Elke kilometer wordt van hieruit gevolgd. Wij volgen elke trein op de voet. Elke trein die bepaalde detectiepunten passeert, lanceert een signaal dat via een informaticasysteem bij ons komt. En ook hier horen we hetzelfde verhaal. Wellicht. Door een aantal omstandigheden wordt het moeilijker om de treinen stipt op uur te laten rijden. En wij zijn eigenlijk niet tevreden over het bereikte resultaat. Het moet beter. Als er een probleem is, is er overleg met de mensen van de NMBS. Maar Infrabel, de infrastructuurbeheerder, heeft wel het laatste woord. Politie 752. Wij overleggen daarom zeer nauw met onze collega's van de reizigersdispatching van NMBS om bepaalde keuzes te maken. Er wordt in feite altijd gekozen om de meerderheid van de reizigers zo goed mogelijk te dienen. Die collega's van de NMBS zitten letterlijk naast de deur. Maar, zo moet het van Europa, wel afgescheiden door een muurtje. Meestal gebeurt het wel zo dat zij met ons overleggen. Maar uiteindelijk is het traffic control die de eindbeslissing neemt. Dus Infrabel neemt de eindbeslissing. En dan gaan wij op basis van de gegevens die we van hen krijgen proberen om onze productiemiddelen aan te passen. De 761 gaan niet lukken, omdat jullie vertraging aan het bijmaken zijn. En kan het zijn dat ze beslissingen nemen die jullie liever eigenlijk niet hebben? Dat gebeurt, dat kan gebeuren.
Voor ons is het altijd duidelijk, voor ons heeft de reiziger prioriteit. Terwijl voor Infrabel vaak de regelmaat en het verkeer op de lijn zelf prioriteit is. Geeft dat soms conflicten? Dat kan eens tot discussies leiden, maar die blijven meestal binnen de perken, ja. Het probleem is opgelost. We kunnen verder. Al leverde het ons wel een kleine 10 minuten vertraging op. Vanmorgen was ik in Mechelen-Nikkerspoel en heb ik wel geteld 55 minuten moeten wachten voor ik een aansluiting had naar Antwerpen, waardoor ik ook mijn examens heb gemist. Ja. Ik vraag me soms af of er nog wel treinen zijn die zonder defecten rijden. Je komt altijd te laat aan op de plaatsen waar je moet zijn. Dus je kunt er eigenlijk, als ik nu eerlijk ben, je kunt er niet meer op rekenen. Ik heb onlangs een klacht neergelegd bij de ombudsdienst. En het antwoord is gewoon met een vriendelijke brief. Stuur ze u met een klontje suiker het riet in. Ik heb de indruk dat ze zich moeilijk kunnen indenken in hoe dan een gebruiker, een klant van hen, zich op dat ogenblik voelt. Want het is hun klant, hè, en die wordt niet verzorgd. Iedereen bij de spoorwegen is zich bewust van het stiptheidsprobleem. Dat kan ook moeilijk anders. De cijfers spreken voor zich. Volgens de officiële statistieken reden in 2009 minder dan 89% van de treinen stipt. Voor 2010 zal dat cijfer nog lager liggen. Dat probleem van niet-stiptheid, dat is eigenlijk een evolutie waarbij het elk jaar opnieuw de treinen iets minder stipt rijden. En op dit ogenblik zitten we eigenlijk op een dieptepunt in zaken stiptheid. En dan zijn de officiële statistieken nog niet echt representatief voor het reële probleem. Een stiptheidscijfer dat met 1% achteruit gaat, dat heeft op het terrein een ampleur die veel groter is dan die 1% laat vermoeden. In die cijfers zitten alle oorzaken van vertragingen. Ook die waar de NMBS zelf niet verantwoordelijk voor is. Een zelfmoord bijvoorbeeld, of een koperdiefstal. In totaal goed voor zo'n 30% van de vertragingen. Kabeldiefstallen, een fenomeen dat dit jaar nog maar eens verdubbeld is, wat te maken heeft met grondstoffenprijzen van het koper. Een fenomeen dat pakweg 3-4 jaar geleden quasi onbekend was in België. En nu zijn er vaak Oost-Europese dievenbendes die georganiseerd koperdraaddiefstallen organiseren op onbewaakte delen van het spoor. Dat is echt een maatschappelijk probleem aan het worden. Treinen die geannuleerd worden, worden niet opgenomen in de vertragingsstatistieken. Wel in een afzonderlijke statistiek. Die manier van statistisch verwerken heeft mogelijk perverse effecten. Reden zou kunnen zijn dat het opportuner is om de trein af te schaffen dan in de vertragingsstatistiek te laten doorrekenen. Tot 2005 werden gemiddeld zo'n 7500 treinen afgeschaft. In 2009 was dat bijna verdrievoudigd, tot meer dan 21.500. Uit ons onderzoek blijkt dat de stiptheidscijfers van de spoorwegen alle zin voor realiteit missen. Infrabel spreekt over 11% verlaten treinen. Het is zo dat uit onze enquête blijkt dat in de piekuren, we hebben gefocust op de piekuren, dat in de ochtendspits tussen 7:30 en 8:00 bijvoorbeeld tussen 40% en 50% probleemtreinen zijn. Dat het probleem van de vertragingen zich vooral laat voelen in de spits, betekent ook dat het veel mensen raakt in de organisatie van hun praktische leven. Wij staan hier elke morgen af te wachten. Wat wordt het weer vandaag? In feite is dat spannend, hè? Het is vervelend om elke dag te laten komen op het werk en om uitleg te geven aan de baas over hoe en waarom. Het is elke dag hetzelfde dat we moeten zeggen. Trein in vertraging, trein afgeschaft. Het blijft zomaar doorgaan. Wat zijn de gevolgen? Mijn kinderen te laat van school, hè? Opvang betalen. Ja, bij mij nu eigenlijk niet zoveel. Ja, bij mij wel. We hebben nu losse uren. Maar ja, we moeten. Dat is van onze eigen uren, hè, dat afgaat dan. Als we een half uur later komen, moeten we een half uur langer werken. Vooral de manier waarop Infrabel de vertragingen registreert, is omstreden. Een trein rijdt stipt als hij op zijn aankomstpunt minder dan 6 minuten vertraging heeft. Dus tot en met 5 minuten 59 seconden is die trein op tijd.
Ik denk dat we natuurlijk een discussie kunnen hebben over de bien fondé van die fameuze statistieken, maar die worden gemaakt op een tegenstrijdige manier met onze collega's van de NMBS. Wel, dat is een internationale norm die door de Internationale Spoorwegfederatie wordt gehanteerd. Overal, waar een spoorwegmaatschappij actief is, of het nu van Noorwegen tot Italië of van Engeland naar het Oostblok, wel, overal wordt dezelfde norm gehanteerd. Maar misschien is de norm van de spoorwegen niet die van de reizigers. Het kan best zijn dat een trein op tijd komt, maar de reiziger niet. Geef een voorbeeld. Ik heb een aansluiting nodig in een station. De trein die ik moet nemen is al vertrokken, omdat hij niet gewacht heeft op mijn trein die vertraging heeft. Die trein zal dus op tijd zijn, maar ik zal niet op tijd zijn, want mijn trein is weg. Men meet de vertraging van de treinen, maar nog onvoldoende de vertraging van de reiziger. En daar is het om te doen. Hè? Infrabel houdt rekening met de kritiek. Op de website is er een heleboel bijkomende informatie te vinden over vertragingen en de oorzaken ervan. Dat de treinen niet stipt rijden is niet alleen een probleem van de reizigers. Het is ook een probleem van de spoorwegen. In het beheerscontract staat een clausule waarbij stiptheid beloond en vertragingen financieel afgestraft worden. Ik vind dat het een goed systeem is en ik heb het eerlijk gezegd zelf voorgesteld aan onze voogdijminister in 2008. Wij vragen dat er een onafhankelijke instantie komt om die officiële statistieken te controleren. Want wat gebeurt er nu? Zij zijn rechter en partij. De stiptijdcijfers die zij zelf meten, noteren en publiceren, die geven aanleiding tot tariefaanpassingen of eventueel sanctionering. Maar je kan niet rechter en partij zijn. En de vraag is vooral ook of dit bonus-malus-systeem het probleem oplost dan wel erger maakt. Tot nu toe was de infrastructuurbeheerder niet zogezegd gemotiveerd op zijn financiële dotatie om die prestatie inderdaad te verbeteren. Voor mij is dat een goed systeem, want het is een element van uitdaging voor onze organisatie en onze directiecomité, zeer duidelijk. De uitdaging is wel beperkt. Zo kan Infrabel door de vertragingen maximaal 3,5 miljoen euro minder toelage krijgen. Bij de NMBS hebben de stiptheidscijfers alleen maar een beperkt effect op de prijzen van de tickets. Het is goed dat die bonus-malus daarin staat, want dat creëert mee die awareness, die aandacht voor dat probleem van stiptheid en punctualiteit. Dat is zeer goed, maar de oplossing van als de treinen minder stipt rijden, dan zullen we minder middelen geven aan het bedrijf, waardoor eigenlijk investeringen achterblijven die juist moeten dienen om dat stiptheidsprobleem en die kwaliteit op peil te houden. Ja, dat is eigenlijk geen oplossing. Nee, het is veel belangrijker om als men de doelstellingen niet haalt, bij te sturen en te zorgen dat de doelstellingen wel gehaald worden. Waarom? Omdat het kadert in een mobiliteitsbeleid. Je wil iets bereiken. Hè? Je bereidt niks bij iemand te sanctioneren en te zeggen, het ging niet. Nu gaan we dat meeslepen naar het volgende jaar. Dezelfde kritiek kan gegeven worden op het compensatiesysteem. Reizigers die frequent af te rekenen hebben met vertragingen, hebben recht op een compensatie. Maar ook hier is het maar de vraag of dit een efficiënt systeem is. Ik heb soms de indruk dat men zich veel meer axeert op het compensatiesysteem dan op het bestrijden van het kwaad. Hè. En het kwaad, dat is die stiptheid die achterwege blijft. Het debat moet gaan over de oorzaken van de vertraging en hoe we die wegwerken. Het is de laatste tijd heel triestig. Weinig plaats, veel vertragingen, afgeschafte treinen. Reist u regelmatig met de trein? Nee, en niet eens keer. En het zal de laatste keer zijn. Vertel eens. Je moet hier de weg recht zijn, dus hier is geen plek voor op te zitten. Toch scheuringen in de slag, ja. Ik vind het toch heel dikwijls als het recht staan of op de trap zitten. Kevin is intussen op de terugweg naar Antwerpen. Hij zit maar aan de knopjes en heeft zelf nauwelijks impact op de vertragingen. Iedereen zegt zich bewust te zijn van het stiptheidsprobleem. De goede wil is ook overal aanwezig. U gaat geen enkel spoorman vinden die de situatie niet wenst te verbeteren. Het is niet alsof men dat
on exprès doet. Ik bedoel, dat heeft geen zin. Iedere spoorwegman heeft de fierheid van zijn métier, van zijn bedrijf. En er is geen enkel spoorwegman die dat niet wenst te verbeteren. Laten we duidelijk zijn. Het mag niet zijn dat we zeggen, kijk, we halen de 90% vandaag niet. Nochtans, ik doe mijn best, hè. Kijk eens. Ja, dat niet, hè. Niet Calimero. Ten andere, zo zijn we ook niet. Dat is onze natuur niet. Er is nog nooit zoveel energie en zoveel mankracht gegaan in het bestuderen van al die situaties en analyses maken en kijken wat kunnen we doen. Maar hoe komt dan dat het op het terrein niet verbetert? Integendeel. Ja, dat is de vraag van 1 miljoen. Ook de machinist heeft hierop geen antwoord. Hij kan bij vertragingen eigenlijk hooguit het gaspedaal wat induwen. Dat zal wellicht beperkt worden tot een zeker aantal minuten. Je kan geen half uur gaan inhalen, maar er bestaat zeker een mogelijkheid. En die marges zijn ook wel ingebouwd in de uurregeling die een trein normaal van oorsprongstation tot eindstation moet respecteren. Dat laatste is makkelijker gezegd dan gedaan. Er is immers ook een structureel probleem met het treinschema, zo blijkt. Ik denk dat het treinaanbod 2010, dat vandaag niet meer realistisch uitvoerbaar is. Dit is een van de grote oorzaken van het gebrek aan stiptheid. Dames en heren, we komen aan in Antwerpen Centrale. Deze trein rijdt verder naar Essen. In de jaren 80 was het bon ton om een treinaanbod te gaan publiceren waarbij dat elke gemeente in België verbonden werd met de hoofdstad. Later zelfs met de luchthaven. God sta me bij. Wel, vandaag in 2010 moeten we ons dat durven in vraag stellen. Is dat wel nodig dat elke uithoek van het land en elk bolleke van die paternoster op zijn beurt wordt verbonden met die hoofdstad, laat staan met de luchthaven? Is dat wel nodig? Bovendien is het uurschema te lang ad hoc bijgestuurd, waardoor het geheel onoverzichtelijk is geworden. Men heeft daar bijkomende treinen gaan inleggen, voornamelijk piekuurtreinen, P-treinen, omdat daar de groei natuurlijk in de spitsuren het grootst geweest is. En dat maakt dat vandaag eigenlijk van de 3800 treinen die op een dag rijden op dat net 600 treinen piektreinen zijn, die eigenlijk niet passen in dat oorspronkelijk concept of dat patroon. Dus eigenlijk kun je zeggen dat wij vandaag niet echt nog veel structuur in het huidige netwerk hebben. Dat maakt het niet alleen niet erg transparant voor de klant, maar wordt ook moeilijker om te beheren. Kevin arriveert terug in Antwerpen. Heel goed. Zo. Perfect. Goeie rit ermee. Hij geeft het stuur over. Zijn werkdag zit erop. De trein rijdt verder volgens een schema dat sommigen niet haalbaar noemen. De vraag is dan wel waarom men het blijft gebruiken. Dat is een zeer goede vraag. Dat is een zeer goede vraag. Men moet eens tering naar nering zetten. Je kan dat niet langer duiden. We moeten dat saneren. Dat moet duidelijker worden. En dat treinaanbod moet aan zich initieel duidelijker zijn. Maar zegt u nu dat het treinaanbod van de dag van vandaag structureel zo in elkaar zit dat het haast niet anders kan dan dat er vertragingen zijn? Op gevaar af dat ik nu heel wat boze reacties ga krijgen. Ik zeg dat, ja. Wie de spoorkaart van België bekijkt, ziet onmiddellijk dat haast alle spoorwegen naar Brussel leiden. Ongeveer 1 op de 4 treinen in België moet door Brussel. En daar zijn de stations niet echt op berekend. Laat staan op uitbreiding van het aanbod. Meer treinen? Wel, ik zeg u vandaag, er kunnen niet meer treinen meer rijden. Niet in de constellatie zoals ze vandaag getekend is. Want alles moet naar Brussel. De Noord-Zuidverbinding, haar monding ligt hier achter ons, alvast aan de zuidkant, kan vandaag niet meer treinen verwerken dan datgene dat ze te verwerken krijgt, alvast in de piek. Dat is zo. In het seinhuis van Brussel kunnen ze erover meespreken. Geconcentreerd werken is hier een must. In Brussel, absoluut. Want je moet constant vooruitdenken. En want als je wacht tot het gebeurd is, dan is het kalf verdronken. Dus je moet constant anticiperen op eventuele problemen. Hier wordt alle verkeer op de Brusselse Noord-Zuidas in goede sporen geleid. 16 op de 10.
Voor de rest, ja, ik doe wel normaal, is zie. Nu, die Noord-Zuidverbinding is totaal verzadigd momenteel. Er rijden momenteel 1200 treinen door per dag. En dus bij de minste hapering, bij het minste defect dat er zich aan een trein voordoet, zitten we natuurlijk met enorme gevolgvertragingen. En dat is natuurlijk ook een van de oorzaken van de mindere stiptheid. Ziet het systeem aan zijn limiet? In Brussel, ja, absoluut. Gezien dat we een netwerk hebben die georganiseerd is, min of meer als een ster, waar alles kruist ongeveer in de regio Brussel, dan moeten we inderdaad de capaciteit in het centrum van die ster, voor wat betreft reizigerstrafiek, kunnen verhogen. Hoe doet u dat? En precies door bijkomende sporen te creëren. In het geval van de situatie in Brussel heb ik al 2 jaar lang het project gelanceerd van een uitbreiding van de capaciteit van de Noord-Zuidverbinding. Maar dat zijn projecten die niet in een jaar of 2 worden gerealiseerd. Daarvoor heb je tenminste een decennia nodig. Uw aandacht alsjeblieft, spoor 8 door een probleem tijdens de vorige rit van deze trein zal de IR-trein naar La Louvière en bench van 7:32 vandaag niet rijden. Spoor 10, spoorverandering... Ik moet toch ook dezelfde tijd zeggen dat we natuurlijk niet populair zijn als we komen met grote projecten. Probeer nu eens in de huidige staat van België bijvoorbeeld van een bijkomende tunnel te boren onder Brussel. Dat is niet zo evident. Niet evident, maar misschien wel noodzakelijk. In Brussel-Zuid zijn er 22 sporen. In Brussel-Centraal maar 6. Een schoolvoorbeeld van een flessenhals. Men is een beetje te weinig ambitieus geweest vroeger. En nu zitten we natuurlijk met de gebakken peren van te weinig capaciteit. Of het moest zijn dat je sommige treinen niet door Brussel laat rijden, maar laat stoppen in Brussel-Noord of Zuid. Maar eigenlijk is het hele land een probleem. Er lopen tal van verbindingen diagonaal door België. Die structuur maakt dat een klein oponthoud grote gevolgen kan hebben. Door zoveel mogelijk plaatsen met Brussel te verbinden, krijg je draken van koppelingen die, wanneer het dan even niet goed gaat, omdat zich op die ene tak van die verbinding iets voordoet, en dat kan een multitude zijn aan oorzaken, gaat dat gevolgen krijgen op een andere tak. En daar begrijpt die klant er helemaal niks meer van, hè? Hoe kan dat nu dat verdorie het doodrijden van een koe in Menen vertragingen veroorzaakt in Berchem-Antwerpen? En het is zo, om die reden. Dus we moeten dat herzien. De laatste tijd zijn er wel heel veel vertragingen op de lijn Gent-Sint-Pieters richting Brussel. Maar ik maak er eigenlijk mij niet meer zo druk om, want ik berust er een beetje in. Het verbetert niet. En we krijgen geen uitleg waarom. Ja, waarom? Is dat niet mogelijk om hier een trein 3 keer op een week op zijn uur doen te rijden? Dat begrijpen wij niet. Dat zeggen ze elke dag. Dus dat een trein bijvoorbeeld, als vandaag weer een kwartier vertraging en uw verontschuldiging ervoor, maar dat is elke dag hetzelfde weekendag wordt. Dus dat wordt dan gewoon. Hè. De reiservaring is dus zeer slecht. Wij hebben 's morgens geen zin meer om uit ons bed te komen. Ja? Dus ze doen ons eerst van spoor 7 naar spoor 3 en dan van spoor 3 naar spoor 7. Ik noem dat dus een nuttige bezigheidstherapie van de NNB's. Gratische fitness. Deze trein komt aan Antwerpen bij Gent, Antwerpen Centraal. Ja, hij is aan het komen. Spoor 7 IC-trein naar Antwerpen Centraal van 8:22. Dat is die van 22. Dus dat komt goed, komt in orde, we komen er nog. Vandaag, 12 december, start een nieuw treinaanbod. Maar het is opnieuw maar een kleine aanpassing van het schema. Veel moeten de reizigers niet van verwachten. Van de andere kant kunnen wij niet echt grootse dingen beloven vandaag. Waarom? Omdat juist heel dat netwerk, heel dat treingebeuren een grote spaghetti geworden is. Of een Mikado. Je kent dat spel, Mikado, allemaal stokjes. Je moet dan proberen een stokje ergens uit te trekken zonder aan de andere te raken. Wel, dit lukt niet meer. Pas eind 2013 volgt een grondige herschikking van het schema. Daar zijn technici nu op papier mee bezig. Dit is een prognose voor 2020, dus dat is echt een concept zoals het er dan zou kunnen gaan uitzien.
Wij willen dus terug naar een duidelijke structuur. En voornamelijk, wat belangrijk is, een nieuw plan. Dat is dus dat we inderdaad de groei op langere termijn in kaart brengen. Wat dus ook de noden aan nieuwe infrastructuur, om dus de capaciteit van de infrastructuur te verhogen, duidelijk maakt. En wij kunnen dat op die manier dus ook met Infrabel bespreken. Wat er van die plannen zal worden gerealiseerd, valt nog af te wachten. De vraag is ook hoe autonoom de spoorwegen hun aanbod kunnen formuleren. Of spelen er ook politieke belangen? Het is niet zo dat wij een extra aanbod voorzien omdat daar of daar een burgemeester ons goed kent. Dat is absoluut niet het geval. Alles wordt beargumenteerd, wordt bekeken in functie van het potentieel, in functie van het actuele cliënteel ook. De spoorwegen zijn altijd factor van de vraag die ze krijgen. Bijvoorbeeld een extra rijpad tussen X en Y, ik ga nu niet in detail treden, ja, dat wij zeggen, dit kan niet. En door wie wordt dat dan gevraagd? Dat wordt gepusht. Vanuit? Vul in. De politiek? Er zijn weinig andere mogelijkheden. Wel, ik denk dat de politiek het maatschappelijk belang dient. Altijd? Dat laat ik over aan het parlement, want zij moeten dat beoordelen, maar... Ik denk dat het... Zou het kunnen dat bijvoorbeeld lokale burgemeesters een station willen openhouden terwijl u objectief kan zeggen dat dat niet nodig is? Ik denk dat het inderdaad de NMBS wordt... Ik beschouw vaak de NMBS als een bedrijf met 10 miljoen schoonmoeders. 10 miljoen schoonmoeders, dat moet niet makkelijk werken zijn. Maar misschien zijn het ook wel 10 miljoen potentiële klanten. Die hebben ondanks de vertragingen hoe langer hoe meer de weg van de auto naar het spoor gevonden. Al kampen ook treinen tegenwoordig met files. Het vervelende is, en men zegt soms, ja, de spoorwegen hebben geen file. Wel, de spoorwegen hebben wel een file. Ik heb zeer vaak verplaatsingen naar Antwerpen. Nooit neem ik de wagen, nooit. Het is gewoon de ellende. Als iemand vandaag de dag in Antwerpen in de wagen stapt om naar Brussel te rijden en die zegt van kijk eens, ik ben er binnen, ik zeg maar wat, 35 minuten en die is er na 40 minuten, ja, dan zegt hij, ja, het is schitterend geweest. Als hij dat met de trein doet, op dezelfde wijze, ja, dan klaagt hij misschien dat hij die 5 minuten vertraging heeft. Alles is heel relatief. Had je de auto gekozen, dan was je veel slechter af. Dat is natuurlijk een beetje onder de gordel, vind ik dat. Hè? De NMBS maakt reclame voor de trein. Die moet dan proberen waar te maken. En anders moet ze ook vertellen, heel eerlijk, kijk, wij kunnen dat niet waarmaken. Je kunt beter met de auto gaan of je gaat met de trein. En wij kunnen eigenlijk u niet garanderen dat u stipt in Brussel aankomt. Ja, zegt het dan. Ik ga ook niet bij mijn slager klagen over de kwaliteit van mijn kotelet. En die zal mij ook niet, als hij mij antwoordt van... Ga twee straten verder en is het nog slechter. Dus ja, daar heb ik geen boodschap aan. Hè? De boodschap hier en nu aan de reiziger is eerder een vraag. Geef ons alsjeblieft nog een nieuwe kans misschien. Zeer duidelijk vragen we nog een stuk geduld. Dus geef ons 3 jaar om het te doen en we gaan terug naar de top. Ik weet het, ik vraag veel. Maar in 2014, als dat nieuwe treinaanbod december 2013 zal invoegen zijn, misschien kunnen we dan opnieuw eens afspraak maken. In afwachting van die afspraak zullen 800.000 reizigers morgen opnieuw op het perron staan wachten op hun trein. Misschien heb je ook die advertentie in uw krant gezien, dames en heren. Vandaag wordt de uurregeling van de treinen op enkele kleine punten aangepast. Maar zoals u in de reportage al hoorde, het echt serieuze werk, met name een grondige hervorming van het hele treinschema, is pas voor december 2013. Morgen gaan trouwens de collega's van de radio Peters en Pissal door op de treinen en op hun gebrek aan stiptheid. Ondertussen kunt u alvast reageren. Dat doet u best naar canvas.be/panorama. Volgende week nemen we u mee naar Zimbabwe in Afrika en hoe het is om daar kind te zijn.
My life is a sad life. Geen geld om naar school te gaan, leven op straat. Een Zuid-Afrikaanse journaliste filmt stiekem het weinig benijdenswaardige lot van de kinderen van Zimbabwe. Volgende week in Panorama.